Van harte welkom bij Drimmelen actueel, de nieuwsrubriek van omroep drimmelen. Iedere week doen wij verslag van activiteiten die in onze gemeente worden gehouden. Zoals u vast al in de media hebt gelezen, is men dit jaar gestart met duo fietsen in lage zwaruwen en maden. Men streeft ernaar om in ieder dorp van de gemeente een duo fiets te laten rijden. Het doel is om alle thuiswonende mensen, die door omstandigheden niet meer kunnen of durven te fietsen, weer lekker te laten genieten van onze mooie omgeving. Dat kan dus op een duo-fiets met, met een vast fietsmaatje. Op uitnodiging van de KBO kon men op donderdag 3 oktober naar de Zonzeel in Hoge Zwaluwe gaan met alle vragen over fietsmaatjes drimmelen. Er waren zelfs twee duo-fietsen meegebracht zodat bezoekers zelf konden voelen hoe zo'n duo-fiets nou zit en rijdt. In week 42, tussen 14 en 18 oktober, krijgt ieder huishouden een papiercontainer. Voor flats en appartementen wordt later een voorziening getroffen. U ontvangt hierover een brief in week 41. In deze brief staat alle praktische informatie over de papiercontainer en het gebruik ervan. Het gebruik van de container zorgt voor minder papier los op straat. Het waait niet meer weg en het wordt niet meer nat. Verder verdwijnt gemiddeld nu nog 14% van het papier en karton in het restafval. Het goed scheiden van papier en karton maakt meer en beter recyclen mogelijk. Hiermee bespaart u geld en het draagt bij aan het milieu. Ook is inzameling met papiercontainers veiliger en minder zwaar voor de medewerkers van de inzameldienst. U mag de papiercontainer meteen gebruiken. De blauwe container wordt één keer per vier weken leeggemaakt. De inzameldagen blijven voor 2024 ongewijzigd. Bekijk de afvalkalender in de gemeente Drimmelen-app of op www.drimmelen.nl/afvalkalender. Groente- en fruitafval wordt vanaf volgend jaar in de zomermaanden niet meer wekelijks opgehaald, maar per twee weken. Dit bespaart CO2-uitstoot omdat de afvalwagens minder vaak hoeven te rijden. Daarnaast is het moeilijk personeel te vinden voor deze extra rondes. De kosten voor de inzameling van restafval stijgen met 5 euro per lediging. Gemiddeld halen we 100 kilo afval op per huishouden. Men denkt dat dit kan worden teruggebracht naar 75 kilo. Door beter te scheiden hoeft u de container minder vaak aan te bieden. In 2025 daalt het vaste tarief dat elk huishouden betaalt voor de afvalservice met ongeveer 30 euro per jaar. Voor informatie kunt u bellen of mailen en de gegevens komen hierbij in beeld. In onze gemeente wonen en werken veel internationale werknemers. Zij worden arbeidsmigranten genoemd. De gemeente gaat nieuw beleid maken voor de huisvesting van deze mensen. Dat doet de gemeente samen met werkgevers, de arbeidsmigranten en u als inwoners. Men geeft inwoners die nog niet eerder hebben meegedacht graag de gelegenheid om ook mee te denken. En hiervoor organiseert de gemeente op donderdag 17 oktober een inloopmoment. Er wordt informatie gedeeld over de huidige stand van zaken en men legt een aantal vragen voor. Inwoners worden uitgenodigd om hun kijk te geven op het type huisvesting, het beheer hiervan en de wijze waarop arbeidsmigranten kunnen meedoen in de samenleving. Het inloopmoment is van 4 tot 8 uur in het gemeentehuis. Aanmelden is niet nodig. U kunt zich melden bij de servicebalie. De gemeente Drimmelen wil een aantrekkelijke woongemeente blijven... en werkt samen met ontwikkelaars om te zorgen voor voldoende woningen voor haar inwoners. De gemeente wil jaarlijks 200 woningen realiseren... en daarvoor is al in 2021 de locatie ten noorden van de Haagstraat in Maden aangemerkt als mogelijke bouwlocatie. Ontwikkelaar Form is de eigenaar van het 5,5 hectare grote gebied. Form heeft samen met de gemeente een verkenningsstudie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de locatie geschikt is voor de bouw van 150 tot 170 woningen. De geplande woningen zijn bedoeld voor alle doelgroepen met één begrip van sociale woningbouw. Form en de gemeente Gaan de haalbaarheid van dit project verder onderzoeken en uitwerken? Beide partijen vinden het belangrijk dat inwoners, belanghebbenden en partners hun inbreng kunnen leveren voor dit plan. Daarom worden geïnteresseerden uitgenodigd om deel te nemen aan een omgevingsdialoog waarin zij hun mening en ideeën kunnen delen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 30 oktober om half acht. In hotel, restaurant, de Korenbeurs in Maden. Mensen die dichtbij het gebied wonen krijgen een uitnodiging in hun brievenbus. Op vrijdag 4 oktober overhandigt de lokale burgemeester Jurgen Vissers een bronzen bever aan mevrouw Helga Walters uit Maden. Zij heeft zich vanaf 1970 op vele gebieden ingezet voor judoclub Maden. Sinds 2019 is Helga Walters maatschappelijk begeleidster bij vluchtelingenwerk Zuid-Nederland. Dat Helga Walters maatschappelijk betrokken is, blijkt ook wel uit het feit dat ze in het verleden vrijwillig actief is geweest voor de Medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Basisschool de Lage Weide. Daarnaast was ze vijf jaar lang voorzitter van de ondernemingsraad van Avans Plus. Sinds 2013. Is ze bestuurslid van FHI, een branchevereniging voor laboratoriumtechnologie. Al deze vrijwilligersactiviteiten deed en doet ze naast haar fulltimebaan. Het gemeentebestuur dankt Helga Walters voor haar bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang van inwoners en ondernemers. Deze bijdrage is voor de gemeente van groot maatschappelijk belang. Wij brengen als omroep ook elke week een aantal onderwerpen wat langer in beeld. Deze week geven we speciaal aandacht aan de kermismiddag in de Wijngaard in Made. Op 27 september organiseerde de Wijngaard in Made een kermismiddag voor de bewoners. Er was aan allerlei spelletjes en lekkers gedacht tijdens deze feestelijke bijeenkomst. Kijkt u met ons mee? In onze serie Drummende Politiek. Komen de politieke partijen in onze gemeente aan het woord? Maandelijks geven twee partijen een toelichting op hun standpunten rondom onderwerpen die op dat moment een rol spelen in de gemeentelijke politiek. In deze uitzending hoort u Jack Razenberg van de VVD en Peter van Geurp van de PvdA. Wilt u dat we een verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Laat dat ons weten via een mail aan publicatie. Omroepdrimmelen.nl U kunt onze uitgezonden items ook terugkijken op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug. Tot dan!